Vandaag heeft minister Kenneth Amoksi op het ministerie van Buitenlandse Zaken een persconferentie gehouden met betrekking tot money laundering, corruptie en witwaspraktijken. Deze persconferentie hield in dat vorig jaar Suriname nog net op het nippertje redelijk beoordeeld is geworden met betrekking tot de aanpak van corruptie en witwaspraktijken. De presentatie dat vandaag gehouden is, is er wat duidelijkheid gekomen over wat Suriname nog zou moeten doen en hoe Suriname bepaalde zaken nog zou moeten aanpakken. Tot zover heeft Suriname nog werk te verrichten op 30 aanbevelingen van internationale organisaties met betrekking tot witwaspraktijken en corruptie. Wat we hebben gemerkt is dat we hebben eigenlijk laag geschoord met betrekking tot effectiviteit, de handhaving, regelgeving die er ook niet is, ontbreekt of niet volwaardig is, om het zo te zeggen, en dus dan aanvulling behoeft. En ten aanzien van de handhaving, en dan, dat heeft dan ook gelijk weer te maken hoe effectief het systeem is. En als we bijvoorbeeld kijken naar het Openbaar Ministerie en verder trekken het Openbaar Ministerie, FOD, FIU, de Gaming Board, dan zien we, we hebben minister Bainat Pandey heeft het ook aangegeven, dat in november we de samenvoeging hebben gehad van de wet identificatie dienstverleners en de wet MOT. Dus dat zal helpen. Evenwel is het nog niet meegenomen bij de laatste evaluatie die we gehad hebben. Maar met de aanname van deze wet zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn voor de FIU om aansluiting te krijgen, dus om lid te worden van de prestigieuze Egmond groep. En dat ze ook, dat onze FIU dus ook aan tafel kan zitten, deel kan nemen aan de beraadslagingen van deze organisatie. En dat ze dus dan ook gelijk kunnen sparen met de andere FIU's die lid zijn van de Egmond groep. Ten aanzien van de politie sowieso versterking van FOD, het financieel onderzoeksteam. Maar daarnaast ook andere afdelingen bij de afdeling bestrijding zware criminaliteit. Weet je dat we betere drugsonderzoeken kunnen doen, dat we beter financieel kunnen rechercheren. En zo moeten we dat gaan aanpakken bij het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld, dat ze ook meer handvaten krijgen ten aanzien van confiscatie, asset sharing, asset recovery, het heeft te maken met in beslagname en ontnemen, ondermijning, en dat je bijvoorbeeld ook deelt met andere landen in de samenwerking wanneer er in beslagname zijn, wanneer er zaken worden verbeurdverklaard, dat je dit ook kan delen in de samenwerking met andere landen. Ten aanzien van de Gaming Board, om weet je, daar echt herstructureren. We zijn al bezig met dat proces. Ik denk dat ik het voorlopig hierbij mag houden en dat mevrouw Gangadin eventueel dieper kan ingaan op uw vragen. Ten aanzien van de 30 recommendations die u noemde, waar wij wat lager hebben gescoord, namelijk partly compliant or non-compliant. Daar kan ik zeggen dat er zonder meer een aantal vorderingen kunnen worden geboekt al in 2023 met de wijziging van het wetboek van strafrecht in het kader van money laundering. Kunnen er wijzigingen aan worden gebracht in het wetboek van strafvordering, dacht ik ook. Ja, toch? Ja.
En voor de rest zijn er dus, als ik mag praten over de financiële sector, daar zijn er dus, we hebben al reeds wetten, toezichtswetten, wet toezicht bank- en kredietwezen, wet toezicht geldtransactiekantoren. Echter zijn deze wetten dus nu onder nadere review geplaatst en zijn er dus intussen al wijzigingen aangebracht, of tenminste zodanig aangebracht dat wij dus kunnen voldoen aan hetgeen vereist wordt in zo'n recommendation. En die wetten zijn reeds in draft. Ook wat wij voor de financiële sector, wat wij dus ook al volledig in draft hebben, is de wet toezicht verzekeringsbedrijf. En zo zijn er dus een aantal wetten die reeds, waaraan reeds wordt gewerkt. Wat eigenlijk ook in de Mutual Evaluation Report is opgenomen, is dat Suriname geen simplified due diligence kent, vereenvoudigde cliëntenonderzoek. Echter is dat ook intussen opgevangen met de wet voorkoming en bestrijding money laundering en terrorismefinanciering die in november is aangenomen. Dit is een kwestie van rapporteren naar CFA die welke vorderingen we reeds hebben geboekt. Een van de andere, ja, dus dat is ten aanzien van die wetten. En u vroeg ook in hoeverre de instituten sterk zijn. Nou, er moet wel wat institutionele versterking komen. Echter is het niet zo dat de instituten niet weten wat ze moeten doen. Ze weten wel wat ze moeten doen, maar er moet weer er moeten wat meer financiële resources komen, trainingen komen. En dan moet het wel daarmee kunnen gaan. Maar waar we wel mee zitten is een beetje tijd. Dus er moet, willen we significante stappen zetten, moeten we er wel wat vaart achter zetten. Ten aanzien van commentaren die buiten worden geventileerd, laat mij aangeven, het is duidelijk over welke periode de NRA is uitgevoerd. Het is ook bekend welke reparaties er allemaal uitgevoerd moesten worden. En met wat we hebben overgenomen, bijna kan ik praten over de ravage die we hebben overgenomen, zijn we toch in staat geweest om eigenlijk een frontale terechtwijzing te voorkomen. En de president, de regering, heeft het opgepakt. We hebben om meer betrokkenheid, om een brede aanpak te realiseren, is dus de Anti-Money Laundering Steering Committee uitgebreid. En er is ook een PIU ingesteld. De NAMLAC is er. En met al deze instituten, met de regering, samen met de andere ministers en de handvaten die we hebben, hebben we dus gedaan gekregen dat we niet een slechte rapport hebben gekregen. En dat we dus zicht hebben dat we in november bij de eerstvolgende evaluatie dat we de gaten kunnen dichten die duidelijk zijn geworden met tijdens de afgelopen evaluatie en dus die allemaal zijn vastgelegd in de MER en de NRA en dat we weten hoe we dit allemaal moeten aanpakken.